Op 14 maart luiden we door heel Nederland het klimaatalarm. Samen met een heleboel andere mensen georganiseerd. Van allerlei groeperingen in Castricum. En wat is je doel? Om de verkiezingen, woensdag zijn ze, om de burgers op te roepen om toch een beetje groener te stemmen dan normaal. Eerst hadden we een toestemming voor 100 mensen, maar we zaten er toen al overheen met aanmeldingen. En toen hebben we overlegd en gekeken naar de ruimte die we hier hebben en het aantal vrijwilligers die het kunnen begeleiden. En dat ging goed, dus toen hebben we het opgehoogd gekregen naar 200. De gulag is scheef, het is niet goed voor de planeet. Je hoeft het vlees niet te vergeten, maar het is goed om minder te eten. Gooi je afval niet in de natuur of sloot, er gaan dieren van dood. Dus als je het niet meer kunt gebruiken, gooi het in de afvalbak en doe mij je gemak. Als je je tekening mislukt, gebruik de achterkant, gooi het niet weg. Je zult het laten werken, als je het doet, hebben we het pech. Minder. Gebruik minder de auto, gebruik liever de fiets. Dit zijn mijn tips, dus schrijf ze niet voor niets. Ik heb dit geschreven voor de natuur. Gebruik deze tips, ze zijn echt niet duur.